2011 was het jaar van veel discussie binnen de vakbeweging. De FNV heeft zelfs besloten zichzelf op te heffen. Even over die FNV. U heeft met die club een belangrijke afspraak, het pensioenakkoord. Is dat nu ook voor de baan? Geen sprake van. Het pensioenakkoord is een deal. Drie partijen, overheid, werknemers, werkgevers. Ja, maar als één van die partijen weg is. Die partij heeft op de goede manier, statutair, volgens zijn eigen regels, het akkoord goedgekeurd en daar houden ze aan. Hoe kijkt u als werkgever nou aan tegen die discussie binnen de bonden? Nou, we zijn er niet blij mee. Zeker op dit moment niet. We hebben een recessie, we moeten afspraken maken. Eigenlijk zouden we nu om de tafel moeten zitten en hele goede afspraken moeten maken. Dat wordt natuurlijk lastig, omdat niemand precies weet hoe de nieuwe bond eruit gaat zien. Dus ik ben daar bezorgd over. Betekent dit dat alle gesprekken nu stil liggen? Nee, we praten met elkaar. Maar als je echt natuurlijk een zware discussies moet voeren, met wie praat je dan? Je praat met een bond in ontbinding. En we hebben geen flauw idee hoe de nieuwe bond eruit zal zien. Nee. Dus het is een zorgelijke tijd. Hoe eerder deze impasse voorbij is, hoe beter het is. Mevrouw Jongerius van FNV is weg. Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten is weg. Hoe vindt u dat bonden dit probleem eigenlijk aanpakken? Ja, het is natuurlijk begrijpelijk dat wanneer er zo'n enorm conflict is, dat de gezichten van het conflict, dat die een stap terug doen. Dat vind ik begrijpelijk. Alleen, ja, hoe verder? We hebben de bonden nodig. We zijn Nederland gewend aan een goed overleg met de bonden. Hebben we ook erg veel mee bereikt. Hebben de werknemers ook veel mee bereikt. En wij hebben er veel mee bereikt. Dus hoe eerder we weer op normale wijze kunnen onderhandelen, ook in een nieuwe vorm, ook in een gemoderniseerde vorm bij de bonden, hoe beter het voor ons is. Het lijkt wel alsof er, afgezien van het vertrek van deze twee kemphanen, nog niet zoveel besloten is. Nee, ik denk dat men de vloer dichter bij de besluitvorming wil betrekken. Dat is op zich natuurlijk goed. Kijk, dat een organisatie als de FNV eens een keer naar zijn eigen organisatie kijkt en het gaat moderniseren om daarmee aantrekkelijker te worden voor zijn leden, dat vind ik vanzelfsprekend. Alleen, het moet wel snel gebeuren. We leven in een recessie. Is het niet heel bijzonder dat ondernemers zich hier druk over maken? Ik bedoel, in heel veel andere landen zouden ze misschien staan te applaudisseren als de bonden in problemen komen. Kijk, natuurlijk kunnen we ook zonder bonden. Natuurlijk kunnen we ook afspraken per onderneming maken. Maar de kracht van ons overleg is altijd geweest dat we dus over ons schaduw heen sprongen, zowel werkgevers als werknemers, en uiteindelijk afspraken maakten die voor de hele gemeenschap in de onderneming goed waren. Dus zowel de werknemers als de ondernemer en ook voor de mensen buiten de onderneming. Bent u optimistisch dat de vakorganisaties dit probleem gaan oplossen? Het zal heel lastig worden, maar ik denk uiteindelijk in Nederland altijd weer het gezonde verstand overwint. We zijn geen land van actievoerders. Ja, even een paar keer een leuke actie voeren, pas bij ons, maar uiteindelijk willen we praten. En ik ga ervan uit dat dat weer gaat gebeuren. Dank u wel. Graag gedaan.